Ook dit jaar, na het eindexamen, was er voor de leerlingen van het Nunens College het jaarlijkse gala. Er was veel belangstelling van de familie. Dan meneer Hurks, u bent de directeur van het Nunens College. Is het elk jaar zo'n gala met heel veel geslaagde leerlingen? Jazeker, ja. Elk jaar is hier het gala. Ik ben voor de eerste keer erbij, want ik ben dit jaar begonnen. En vorig jaar was het nog bij Eenode. Helaas konden we daar niet meer terecht. En we hebben nu een prachtige locatie gevonden bij John Geven. En een hoog percentage geslaagde leerlingen? Dat weten we nog niet, want de uitslag is nog niet bekend. Die is pas over 2 weken, dus dat is nog niet bekend. Ja. Okay. Ja. En zijn het leeuwendeel van de leerlingen jongens of meisjes? We hebben een gemixte populatie, dus het is ongeveer 50-50. Ik hoorde van meneer Hurks dat u de podcast verzorgt. Klopt. Het Nunens College. En tevens, u bent ook cabaretier. Ja. Nou, hoe is die combinatie? Het is vooral de humor. Ik denk dat je, als je met jongeren werkt en als je voor een theaterpubliek staat, theaterzaal staat, met mensen die naar mijn persoonlijke verhaal luisteren, ik denk dat dat zit heel erg dicht bij elkaar. Met die jongeren probeer ik op een authentieke en eigenwijze manier te communiceren in de vorm van een podcast, echt in hun hoofd te kruipen wat ze denken. U bent werkelijk helemaal in gala-kostuum, hè? Ja, speciaal aangeschaft voor dit soort gelegenheden. Wat geweldig. Ja. En wat is uw functie binnen het Nunens College? Ik ben daar leraar wiskunde en ik ben examensecretaris. Wel het laatste jaar, want volgend jaar ga ik mijn laatste jaar in. En dan ga ik daarna met pensioen. Dan word ik 67. Dus ik heb nu iemand die mijn taak gaat overnemen. En dat is dan voor het volgende jaar. Dus die ga ik nog begeleiden met alle zaken die dan voor het examen zeg maar geregeld moeten worden. Dus examensecretaris zijn dus een leuke activiteit naast het lesgeven. De jongens en meisjes werden als ware celebrities naar de rode loper gebracht. En natuurlijk had iedereen zijn best gedaan om er heel mooi uit te zien. Nou zeg. Even wachten, kom maar de volgende kant uit. Wil iemand voor de auto foto maken eerst? Juist goed, voor de camera was het weg!
Maar op naaldhakken lopen is toch niet zo gemakkelijk. Had ik toch mijn sneakers maar meegenomen. Hé hey meiden. Mooi. Mag ik eerst die kant op kijken? Voor de auto. Komende week wordt bekend wie er is geslaagd. Maar we gaan toch lekker even een feestje vieren. En misschien wel een dansje.